Nou. Gijs, ik vind het moeilijk om altijd naar te kijken. Politici en gewone mensen. Gewone mensen überhaupt eigenlijk wel. Is het zo dat links of rechts daar beter in is? En hoe zit het met de aansluiting van de huidige lijsttrekkers met de gewone man? Ja, weet je, ze willen het zo graag. Ze willen zo graag aantonen dat ze tussen mensen instaan en dat ze precies weten wat er speelt. Dus we hebben het even bij de mensen in het land gecheckt. Welke politici doen dat het beste? Nou, dan blijkt dat vriend en vijand vinden dat Geert Wilders en Lilian Marijnissen dat doen. Zij weten dus volgens het volk het beste wat er speelt onder het volk. En er is iemand die daar juist een hele slechte reputatie heeft. En dat is Sigrid Kaag. Ja, kijk, zij staat op 20%. Dit loop je de komende week niet meer in. En dat brengt me wel bij de volgende bonusvraag. En die wordt gesteld door, en nu goed opletten, Sigrid Kaag zelf. Nederland zegt meer, meer, meer Thierry Baudet. Dat is toch verschrikkelijk. Ja. Wie zijn die mensen die daarop stemmen? Nou, dat is de vraag. Wie zijn de mensen die stemmen op Forum voor Democratie of Thierry Baudet? We gaan het als volgt doen. Jullie mogen om de beurt een bevolkingsgroep zeggen. En degene die de laatste heeft, dus als je het niet meer weet, ben je af. En dan gaan de punten naar het andere team. Snappen jullie het? Team rechts mag beginnen, want die zal wel het meeste in petto hebben. Ja, want het is rechts. Want het is volgens mij zijn het de mensen die de riem laten kleuren bij de schoenen. Oh ja. Maar dat is, dan heb je het over Hugo de Jonge, toch? Die heeft dezelfde riem als de schoenen. Nee, die heeft gewoon hele lelijke schoenen. Ja. Okay. Nou, ik keur hem voor deze keer. Weet je trouwens dat de schoenen van Hugo de Jonge, van die hele goedkope plastic, door kinderhandjes gemaakte schoenen? Dat weet ik. Maar ik keur hem nu goed. Ik vond hem niet heel goed, maar ik keur hem nog goed, omdat anders het spel is afgelopen. Dat vind ik niet leuk. Jullie mogen. Ja. Jongens die bezorgd zijn om hun mannelijkheid. En overleggen. Oh ja. Dat is goed, hij is al goed. Goed team te rechts. Praten. Kom jongens, Debbie. De grote blazers hebben ze altijd wel aan. De grote blazers? Is goed. Is ze goed, ja? Ze hebben, ik heb een idee. Ze zitten in hele zielige flatjes met uitklapbureautjes op hun Windows computers te twitteren. Krijgen die ook? Team rechts, ja, dat is ook waar. Dit is Gijs beaamt het, die heeft het allemaal onderzocht. Hè? Gijs, allemaal goed, hè, tot nu toe. Ik doe hier geen studenten met rode broeken. Studenten met rode broeken. Ik is ook goed. Maar wel weer negatief over Forum voor Democratie eigenlijk. Hè? Dus hij zal dat zelf ook wel weer uitleggen. Dit is typisch NPO hoe jij dit nu behandelt. Dit typisch die saneerde NPO. Dat gaan we nu weer krijgen. Maar ja, dat roept hij anders wel weer. Ja, maar jij geeft hem vooral nou weer een stok om mee te slaan eigenlijk. Ja, maar dat wie niet. Ja, maar wat, NTR is er speciaal voor iedereen. Niet voor Thierry Baudet? Nee, ja, klopt, dat klopt. De NTR is er niet voor Thierry Baudet. De punten, die laten we dus liggen. Nee, laten we ook gewoon door dit onderwerp, omdat het zo is, geven we gewoon de punten aan links ook. Ja, Thierry, alle punten gaan naar links. Laten we snel doorgaan.